Hey mensen, dit is Ons Gaming en ik ga weer een FIFA carrière beginnen. Laatste tijd kreeg ik nog wat vragen of ik hier iets met FIFA ging doen. En ik heb besloten om dus weer een FIFA carrière te gaan starten. En dat ga ik doen met Everton in de Engelse League natuurlijk. Dus als je dat leuk vindt, ram natuurlijk op die like knop. Ik denk dat 30 of 40 likes zeker te halen moeten zijn. En als je nog niet geabonneerd bent, doe natuurlijk eens eventjes abonneren. En je kan natuurlijk Ons Gaming ook volgen op Instagram/OnsGaming om op up-to-date te blijven. In deze video, eerste video van deze serie, zal het voornamelijk gaan om transfers, om spelers te halen naar Everton, om Everton een beter team te gaan maken, een betere club te gaan maken. En verder zal ik één wedstrijd spelen. In de volgende video zullen dat natuurlijk meerdere wedstrijden zijn. Ik zou zeggen, laten we gewoon kijken en ik hoop dat jullie het leuk vinden en let's go! Nou, we gaan helemaal bij het begin beginnen en we gaan natuurlijk een managers carrière doen. We gaan proberen om Everton naar de top te gooien in Engeland. En we kunnen dus wat kiezen en we gaan voor 50% budgetverhoging, zodat we meer geld te besteden hebben om betere spelers aan te trekken. De doelstelling dit seizoen met Everton is eigenlijk om Europees voetbal te halen. En daarvoor moeten we eigenlijk dus in de top 6 eindigen. En ik denk dat dat wel een realistisch doel is. Zoals ik al zei, we gaan met Everton. Everton heeft standaard in ieder geval 51 miljoen budget. En dan gaan we ook even een coach aanmaken. Deze coach heet Onno. Nou, zo heet ik natuurlijk niet. En dan gaan we natuurlijk eventjes mijn eigen naam neerzetten. En we gaan even natuurlijk Nederland selecteren als coachland. En we gaan het gewoon even helemaal maken zoals het hoort. Ja, zoals ik al zei, Everton is natuurlijk een subtopclub in Engeland. En ja, ik ga proberen natuurlijk om gewoon wat interessante spelers te halen. Dat gaan we doen trouwens op de moeilijkheidsgraad wereldklasse. En we gaan 5 minuten per helft doen. Verder de standaard instellingen zijn eigenlijk gewoon prima. Natuurlijk in euro's, dat is wel het handigste eigenlijk. En zoals ik al zei, we gaan op wereldklasse spelen. Dat kan soms heel lastig zijn. En soms is het ook gewoon heel makkelijk te doen. Dus dat is in ieder geval dat. We gaan natuurlijk ook meteen meedoen aan een toernooi. Dat doen we eigenlijk alleen maar om extra geld binnen te halen. De wedstrijden van een toernooi die ga ik niet spelen. Deze ga ik simuleren, dat zul je zo meteen ook zien. En we gaan dus naar het toernooi waar je het meeste geld mee kan verdienen. En dat is de European International Cup. Waar je bijna 10 miljoen zou kunnen winnen als je deze cup ook wint, zeg maar. Nou, dan gaan we eerst even kijken wat we eventueel kunnen gaan verbeteren aan het team. We hebben natuurlijk een super spits in huis, dat is Lukaku. We hebben ook een goede middenvelder, Barkley. Sneijderlin is er sinds kort bij. En verder hebben we natuurlijk gewoon, we hebben best wel wat prima spelers eigenlijk. Bolassi, Body, Mirallas, Baines, Williams. En natuurlijk ook Coleman. En op goal hebben we Stekelenburg. En ik wil toch eigenlijk wel op een paar posities gaan proberen om Everton sterker te maken. En een van de spelers waar ik mee begin eigenlijk op te bieden is dan Sneijder. Hij is natuurlijk op leeftijd. Maar Galatasaray, waar hij bij speelt, vraagt ontzettend veel geld. Maar goed, ik denk van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. We gaan gewoon bieden op Sneijder. Hij is al op leeftijd, maar is natuurlijk nog steeds van grote klasse. En hij zou zeker mijn middenveld meer voetbal kunnen brengen. Maar ja, of de vraag is of die komt, ja, dat zullen we zo wel zien. De tweede speler die ik graag wil hebben is Memphis Depay. Natuurlijk komt hij niet aan het spelen toe in bij United. Dus ik begin laag met bieden op Memphis Depay. Ik bied dus 13 miljoen. Hopelijk is dat genoeg, maar we zullen het zo meteen zien. Nou, eventjes later krijg ik dus een melding van dat United niet meer akkoord gaat met 13 miljoen. Dus denk ik van, ja, ik wil Depay wel graag hebben. Dus dan bieden we 18 miljoen. En dat blijkt zo meteen uiteindelijk genoeg te zijn om Memphis Depay in ieder geval naar Everton te halen. En zo hebben we onze nieuwe linker vleugelspeler binnen. Dan hebben we de eerste wedstrijd die ik ga simuleren. Dat is dus van de International European Cup. En we spelen tegen Lokomotiv Moskou. En die wedstrijd winnen we makkelijk met 4-0 door goals van Baines, Mirallas en 2 zelfs van Bolassi. Dus ja, prima begin van de eerste wedstrijd. Ook al is die gesimuleerd, maar dat maakt niet uit. Daarna moeten we tegen Fiorentina. En ook die wedstrijd, die winnen we. Namelijk met 2-1. Door goals van Mirallas opnieuw en ook Barkley weer. Dus het gaat tot nu toe best prima. Dan gaan we verder kijken. En dan is het zo dat
uiteindelijk Lukaku in de laatste oefenwedstrijd geblesseerd is geraakt. Gelukkig niet al te ernstig, hij is maar enkele dagen geblesseerd. En zo gaan we dus een jongeling, iemand uit de jeugd van Everton, gaan we in de spits zetten. En laten we die dus de komende wedstrijden gewoon spelen en geven Lukaku gewoon volledig rust. Dat lijkt me het beste. Zoals ik al zei, Memphis Depay die accepteert in ieder geval het bod of United eigenlijk. En Depay laat dat ook. En dat betekent dus dat Memphis Depay naar Everton is gekomen. In het echt is hij natuurlijk naar Lyon gegaan. Maar gelukkig is dat nog niet verwerkt in deze update van FIFA. En heb ik dus mooi snel Depay kunnen halen. Dan moeten we tegen Bayern Leverkusen. En die wedstrijd spelen we 1-1 gelijk. Maar het is genoeg om in ieder geval zo meteen naar de halve finale te gaan. En ja... Dan gaan we dus in de halve finale. Moeten we dus tegen Sassuolo of zoiets. En helaas, die wedstrijd die verprutsen we. Uiteindelijk verliezen we door middel van penalties met 3-4. En ook Stekelenburg is geblesseerd geraakt. Gelukkig maar enkele dagen. Gelukkig niks ernstig aan de hand. Nou, zoals ik al zei, Memphis Depay is natuurlijk bij de selectie. En ik ga hem dus niet meteen in de basis zetten voor de eerste komende competitiewedstrijd. Maar ik ga hem wel natuurlijk absoluut meenemen. En Lennon die gaat daarvoor uit. Want Lennon is naar mijn mening niet meer van toegevoegde waarde bij de club. En die ga ik ook op de verkooplijst zetten. Dan krijg ik een enorme aanbieding op James McCartney van Crystal Palace. En ze bieden me liefst 23 miljoen. En ik moet wel eerst even over nadenken. Maar in eerste instantie ga ik dus een tegenbod doen. En ik wil eigenlijk het liefst dus ongeveer zo 27, 28 miljoen krijgen voor McCartney. Hopelijk gaat dat lukken. Nou, dan krijg ik ook een bod op Lukaku van United. 48 miljoen maar liefst. Alleen dat bod ga ik absoluut afwijzen. Want Lukaku moet hoe dan ook behouden blijven. Want het is eigenlijk gewoon een wereldspits. En die moet gewoon bij mijn club blijven. Uiteindelijk ga ik toch maar akkoord met Crystal Palace voor 23 miljoen op McCarthy. Het is natuurlijk een belangrijke speler, maar 23 miljoen is wel een flink bedrag. En ondertussen ben ik ook bezig geweest met Abdennour, een strafverdediger van Valencia. Hij komt uit Tunesië, is een enorm beest die man. En daar ga ik dus op bieden en hij is uiteindelijk ook naar mijn club toegekomen. En zo heb ik dus mijn eerste verdediger ook binnen en de tweede aankoop van het seizoen naast Memphis Depay. Ondertussen heb ik dan ook nog Delefeu verkocht. Ik heb daar helaas geen beelden van. Daar ben ik vergeten in te verwerken. Merk ik nou. Delefeu heb ik verkocht voor 32,5 miljoen maar liefst aan Real Madrid. Dus ik heb nou een flink behoorlijk transferbudget. Ondanks dat ik dus al twee aankopen gedaan heb. En dan is het tijd voor de eerste wedstrijd. En Abdennour begint meteen in de basis. Depay laat ik nog eventjes op de bank zitten. En die zal zo meteen invallen. De eerste wedstrijd is dus tegen Tottenham. En dat is meteen wel een lastige wedstrijd. Gelukkig spelen we wel thuis, maar het zal tegen Tottenham, het zal een lastige wedstrijd gaan worden. Het begin gaat een beetje gelijk op. Het is vrij rustig, weinig kansen in het begin. Het is een beetje aftasten. Het is natuurlijk de allereerste wedstrijd van het seizoen. En het is goed kijken wie wat waar staat. Ik ben nog steeds ook niet helemaal uit welke opstelling ik ga gebruiken. Waarschijnlijk ga ik nog proberen om te switchen naar een 4-3 opstelling. Maar dan moeten we nog even kijken wat het precies gaat worden. Zoals ik al zei in het begin is het vrij rustig, maar na een paar minuutjes krijgen we wel de eerste kans via Bolassie. En is het uiteindelijk Lukaku geloof ik, of Barkley, die vol tegen vorm aan klapt en daardoor wordt deze aanval afgefloten. Even later maakt verdediger Roos van Tottenham een flinke overtreding op Mirallas. En hij krijgt dus de eerste geel van deze wedstrijd. Uiteindelijk uit deze vrije trap komt helemaal niks, dus ik laat hem ook niet zien. Even later is Lukaku weg, maar er is niet echt iemand voor het doel. Uiteindelijk komt de bal toch voor en dan krijgt zelfs Barkley toch nog een aardige kans. Maar vorm houdt de bal uit het netje. Nou, en zo gaat het dus eigenlijk door. Kleine kantjes tot nu toe en de eerste helft is redelijk gelijk opgaand. Uiteindelijk krijgt hier Kane, geloof ik, of Ellie was het, een flinke kans voor Tottenham. Eigenlijk de eerste echte kans van Tottenham na 27 minuten. En dan hebben we hier een aardige aanval die wordt opgezet door Mirallas. Bolassie gaat hier naar binnen en dan was dit de bedoeling dat dit balletje eigenlijk op Barkley ging. Maar die bal was te hard en zo gaat ook deze aanval weer verloren. Dan krijgen we hier nog een corner net voor rust. En op zich is dat nog wel een aardige kans. Lukaku kopt hem bijna over voor hem heen. En dan is het redelijk paniek hier bij Tottenham. Abdennour schiet nog. Lukaku probeert nog bij de bal te komen. Maar uiteindelijk wordt de bal dus weggewerkt. En zo eindigt het eerste helft gewoon in 0-0.
Geen verrassingen dus. Nou, even later zitten we dus in de tweede helft. En Snijderling krijgt hier dan een aardige kans. Maar ja, Snijderling staat niet echt bepaald bekend om zijn fantastische afmaakskills. En deze bal wordt dus ook makkelijk gepakt door de Vorm. Uiteindelijk krijgt Tottenham hier misschien wel de grootste kans van hunzelf eigenlijk. Ellie schiet de bal redelijk langs. Maar die had wel meer in gezeten. Er had zomaar de 1-0 kunnen zijn voor Tottenham. Uiteindelijk is het dan ook tijd voor de wissels en is het de debuut voor Memphis Depay. Hij gaat Bolasie vervangen en gaat dus op links voorspelen. Ook Tottenham gaat wisselen en zij brengen dus Eriksen. Hier hebben we eventjes Depay aan de bal en hier hebben we best wel een aardige aanval. Goed balletje daar en Mirallas geeft hem dan voor. Uiteindelijk wordt de bal tegengehouden en zo krijgen we dus een corner. Een corner die uiteindelijk door Abdennour gekopt wordt. Hij probeert hem op goal te krijgen, maar gaat redelijk langs helaas. Dan even later krijgt Tottenham toch wel de allergrootste kans van de wedstrijd. Het is geloof ik Eriksen die de bal keihard tegen de keeper aankopt. En dan Wanyama ramt de bal nog op de paal. En hier komen we dus met Everton echt heel goed weg. Hier hadden we eigenlijk gewoon 1-0 achter moeten staan. Maar we hebben nog een klein beetje geluk in ieder geval dat het gewoon 0-0 blijft. Memphis Depay hier dan de bal, probeert een aanval op te zetten. En dat gaat dan tot nu toe redelijk goed. Alleen laten we hier de bal weer heel makkelijk eigenlijk afpakken. En eigenlijk wordt Tottenham steeds sterker en sterker. En dan is het hopen maar dat het eigenlijk gewoon 0-0 blijft. Natuurlijk op zich geen slecht resultaat tegen Tottenham. Maar we moeten nou proberen het nog te overleven. En zoals ik al zei, Tottenham wordt steeds sterker. En ze blijven eigenlijk maar aanzetten en aanzetten. Dan is het hier een flinke overtreding van Snijderling. Dit had eigenlijk misschien wel rood moeten zijn. Maar uiteindelijk krijgt Snijderling een gele kaart. En dit is een van de laatste acties van deze wedstrijd. De vrije trap die genomen werd, werd uiteindelijk ook niet benut door Tottenham. En zo is het dus uiteindelijk deze wedstrijd die gewoon eindigt in 0-0. Op zich prima, ik ben tevreden. Volgende keer gaan we verder met meer wedstrijden natuurlijk en nog het einde van de transferperiode. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat me ook zeker weten wat je ervan vond. En ik zou zeggen tot de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Adios.